Welkom bij het jaaroverzicht van 2017. Een jaar waarin veel gebeurde op het wereldtoneel, in Nederland, maar zeker ook in deze regio. En we zeggen bewust deze regio, want we keken dit jaar ook steeds vaker over de stadsgrenzen. Naar Heumen, Bergendal, Beuningen, Druten, Monkamiddelaar en ook naar Wijchen. We waren erbij tijdens de onrust in de gemeenteraad van Monkamiddelaar. We vierden Sinterklaas in Ewijk en we hielden nauwlettend in de gaten hoe gemeenten ervoor willen zorgen dat ze in 2050 energie-neutraal zijn. 2017 was natuurlijk ook het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Hè? Veel politici in de stad en ook in de dorpen. Zeker. Heel veel landelijke lijsttrekkers die naar de regio kwamen, naar Nijmegen, maar zeker ook naar Beuningen, Wijchen, Druten. Een mooie aanloop ook weer naar de gemeenteraadsverkiezingen en die zijn volgend jaar in maart. Dan verder hadden we natuurlijk die ernstige aanvaring bij de stuw, bij Graven. Zeker. En we hebben natuurlijk deze maand nog het afscheid van burgemeester Karl van Eert van Beuningen. Ja, hij vertrekt. Achilles, wat vind je dit nieuws? Hè? Gedoe met de salarissen. De voorzitter vertrekt. En dat houdt Groesbeek, voetbaldorp, natuurlijk ook continu bezig. Genoeg gebeurt dit jaar. Er is dit jaar zelfs zoveel gebeurd dat we voor iedere maand de drie belangrijkste nieuwsmomenten hebben geselecteerd. We beginnen met de top 3 voor januari en februari. We beginnen het jaar natuurlijk in januari. En eigenlijk zelfs nog een beetje in 2016, toen tijdens Oud en Nieuw brand uitbrak in de Jan Linders in Lent. Burgemeester Bruls onderbrak zijn Oud en Nieuw om de bewoners van appartementen boven de supermarkt een hart onder de riem te steken. Het was natuurlijk een zeer ernstige brand. Ik ben er zelf nog geweest en dan besef je hoe snel het kan gaan en hoeveel geluk we ook weer gehad hebben. En je merkt mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken, maar na 1 of 2 uur dan kalmeert er wat en dan worden er ook weer grappen gemaakt. Of ik voor de champagne kan gaan zorgen en zo, dan weet ik, dan zijn we weer op de goede weg. Maar het blijft natuurlijk een hele trieste en uiterst risicovolle aangelegenheid waar we gelukkig aan de goede kant zijn gebleven. Nog meer pech toen bleek wat de gevolgen waren van de aanvaring van een schip met de stuw bij Graven. Wekenlang konden schepen niet volledig gebruik maken van de waterweg, met hoge kosten tot gevolg. Eugenie Aartsen had wel een goede start van het jaar. Zij werd namelijk verkozen tot Nijmegenaar van het jaar 2016. Die naam kreeg zij vanwege haar inzet voor haar stichting Gratis Tweede Kansje. Volging van de brand in de Jan Linders in Lent braken ook in februari 2 branden uit. Eerst was het Spinoza-gebouw aan de beurt. Vanuit de verte was de rook op het dak van het gebouw te zien en dat trok veel bekijks. Een week later brak er opnieuw brand uit, ditmaal in de Jumbo aan de Phoenixhof in Nijmegen. Gelukkig viel de schade hier mee. In een van de winkelgangen stond papier in brand. De winkel werd ontruimd, maar kon een dag later alweer open. In februari werd ook bekend dat de route van de eerste vierdaagse dag werd omgedraaid. Even schrikken voor mensen die aan de route wonen en nu ineens vroeger op moesten. Maar de organisatie had dit bedacht zodat wandelaars bij warm weer niet meer door de hitte over de Oosterhoutse dijk moesten. En daar kan niemand het mee oneens zijn, toch? Ja, dat was wat die vierdaagse, want de route werd gewijzigd. En dat is nogal wat na al die jaren. Ja, zeker. Mensen die aan het einde van de oorspronkelijke route woonden, die nu ineens heel vroeg op moesten. En andersom, was natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja, en de wandelaars, want die moeten in één keer beginnen met die lange dijk. In plaats van naar de finish toe nog dat lange stuk lopen. Ja. En die waren wel wat enthousiaster, geloof ik. Ja, want het is natuurlijk ook wel gedaan voor de gezondheid van de wandelaars. Zodat ambulances makkelijker op die dijk terecht kunnen. En ook dat mensen niet meer op het warmste moment van de dag over die dijk heen hoeven. Veiligheid boven alles. Ja. We vroegen natuurlijk ook aan mensen in de regio wat zij nou het belangrijkste nieuws van dit jaar vonden. En daarom gingen verslaggevers Fleur en Iris naar Beuningen. Nou, de gemeente Beuningen heeft voor de senioren geld gekregen. En dan is dat voor eenzame mensen. Dan woon ik in een buurt met zo'n parkje, zo'n rondje. En er wonen misschien wel 1, 2, 3, misschien wel 4 van die mensen die niet weg kunnen. Maar nou schijnen ze dus heel veel geld gehad hebben. En dan krijgen ze een karretje hier in Beuningen. Dat je dan ook kan rijden van bijvoorbeeld van je huis naar hier. Oké. Ja, en mensen die COPD hebben of weet ik veel wat, weet je. Ja. Die moeten
dat vervoer hebben als je geen auto hebt. Ik ben boven de 77. Ik ben 78. Okay. En dan heb ik wel eens dat als het slecht weer is, ik kom gewoon niet weg. En dan is zo'n karretje handig. Dat hebben ze nu ingevoerd in Beuningen. En dat is positief. Ja. De aanslagen allemaal. De kerstmarkt van vorig jaar die dan nog zo lang door bleef zeuren. Zeg. Max Verstappen. Ik kijk dan om de 14 dagen elke keer naar Max Verstappen. Hè, en dan en met de races. En de verkiezingen. Ja, de verkiezingen werd ontzettend veel gepromoot. En dat wat te veel in beeld gebracht allemaal. Hè. En Beuningen was natuurlijk ook het dorp waar Van Kranenbroek ter discussie stond. Zeker, opvallend dat niemand dat noemt. Nee, want hoe zal het ook alweer? Het was een tuincentrum bouwmarkt. En toen? Ja, klopt. Van Kranenbroek wilde zich vestigen in Beuningen op het boelterrein. Daar staat dan een tuincentrum. Dat zou enorm uitgebreid moeten worden. En daar was niet iedereen even enthousiast over. Okay. Toen zei de gemeente van, nou, dan gaan we het zo doen. Dan gaan jullie een deel vestigen in het centrum van Beuningen. En een deel in het tuincentrum zoals dat nu op het boelterrein staat. Daar was niet iedereen even blij mee. Omwonenden, winkeliers in het centrum waren daar niet blij mee. En Van Kranenbroek zelf eigenlijk ook niet. En toen werd het een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Toen besloot de gemeenteraad en die zei... Die zei, als jullie niet twee vestigingen willen, dan is het gewoon klaar. Einde verhaal. Ja. Tot zover januari en februari. We kijken nu naar de hoogtepunten van maart, april en mei. Nog maar net open, maar al direct een hit. Hotel Nimma. Het nieuwe hotel aan de Weurtseweg, vlakbij de oversteek... is in een jaar tijd veranderd van een verlaten gebouw... naar een modern en industrieel verblijf voor expats, backpackers... en buurtbewoners die er willen dineren. Ook voor de transgenders in Nijmegen was er een primeur. Zij organiseerden namelijk een sportgroep speciaal voor transgenders. Geen mannen- en vrouwenteams of kleedkamers en geen vooroordelen. Volgens de initiatiefnemers was dit de eerste sportgroep... speciaal voor transgenders in Nederland. De transgendergroep Nijmegen heeft het initiatief genomen om een sportgroep te beginnen. Omdat we zagen dat best veel transgenders niet gingen sporten. Ze vonden het moeilijk om naar een sportgroep te gaan, omdat er veel in mannen- en vrouwenteams wordt gedacht. En in mannen- en vrouwenkleedkamers en hokjes. En ook omdat je heel bewust met je lichaam bezig bent. En dat kan in een bepaalde periode van je leven lastiger zijn. Nou, wij vonden het heel jammer natuurlijk dat mensen niet sporten. Dus nou, dan gaan we het zelf organiseren. Ondertussen was er ook goed resultaat voor de stichting die zich al jaren bezighield met het terugbrengen van de donjon naar het Volkhofpark. De stichting presenteerde de plannen voor de bouw die eind 2018 moet beginnen. Alleen was niet iedereen even enthousiast. Ik vind het belangrijk dat het park park blijft. En als mensen een uitkijktoren in deze stad willen hebben, dan zijn er nog genoeg andere plekken waar je dat neer zou kunnen zetten. Waren de grote branden in maart even achterwege gebleven? In april brak er opnieuw een brand uit. Ditmaal in het winkelcentrum Wezenhof. De brand ontstond 's nachts in de voormalige Spar supermarkt en de naastgelegen slagerij, maar sloeg via het dak over naar andere panden. 5 zaken brandden helemaal uit. 9 andere winkels raakten flink beschadigd. In april werd ook duidelijk dat iemand bij NEC informatie lekte naar buiten. Dat schrijft het magazine Football International. Toenmalig trainer Peter Huballa weet niet wat hem overkomt. Zeker als Danny Hoekman ook nog eens leeg mag lopen over hoe het eraan toe gaat binnen de club. Ook op de Maartenschool in Ubbergen zijn zorgen. Was er in februari nog gedoe over of het bezoek van staatssecretaris Dekker aan school wel of niet zou doorgaan? Nu werd duidelijk dat de school geen geld meer zou krijgen voor het verlenen van zorg. Terwijl dat wel een hele belangrijke taak van de school is. De Maartenschool laat het er niet bij zitten. In mei schieten de festivals en evenementen uit de grond. Zo ook de eerste editie van Rush Hour, horend bij de jaarlijkse Ronde van Nijmegen. Voor deze speciale editie werden toprenners uitgenodigd die korte rondjes door het centrum van Nijmegen reden. En dat leverde spectaculaire beelden op. Nog meer spektakel bij het sponsorhuis van Onky Donky op de Grote Markt. 24 uur lang sluiten zich daar ondernemers op om geld en spullen te regelen voor Stichting Onky Donky. Een organisatie die kinderen met een beperking een leuke dag bezorgt in Ouwehands Dierenpark. De stichting haalde maar liefst 70.000 euro op. Ja.
minder blij zijn de raadsleden uit de gemeente Mook en Middelaar. Een tekening voor het bouwproject Hart van Mook zou gelekt zijn en de VVD wilde een onderzoek naar wie dat gedaan had. Andere partijen voelden zich verdacht gemaakt en ruzie ontstond. Ook het idee om een mediator in te schakelen om zo de ruzie op te lossen werd met maar weinig enthousiasme ontvangen. Eerder hoorden we al wat de inwoners van Beuningen vonden van het afgelopen jaar. Maar Fleur en Iris gingen ook naar Druten. Ja, ik denk alle protestacties met Zwarte Pieten en wat hebben we allemaal nog meer? Ja, de verkiezingen. Eigenlijk het ergste, de Zwarte Pieten. Ja, het is een traditie, hè? Dus je blijft toch... Ja, dat hoort erbij. Waarom moeten ze dat dan verstoren? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Over de vluchtelingen? Dat er te veel komen? Nou ja, de problematiek met zeg maar de instromers, onder andere, dat maakt ons zorgen. Om de dood te gevoelen, omdat zeg maar de veiligheid, en jullie zien het ook weer in de kranten, aan het afnemen is. Dat is vooral een zorg. De inwoners van Druten hebben het dus vooral over dat ze vinden dat er te veel vluchtelingen naar Nederland komen. En er zouden in eerste instantie ook vluchtelingen naar Druten komen, zouden worden opgevangen in een oude school, in een leegstaand schoolgebouw. Ja, zeker. Uiteindelijk ging dat niet door en nou ja, die school die wordt nu gesloopt. Op dit moment. En ja, die hele vluchtelingenproblematiek, ja, die speelde natuurlijk al wel meer. Ook in Beuningen zou er opvang komen. En uiteindelijk besluit het COA dat dat niet meer nodig was. En dat was ook nog wel een ding. Ja, want ze waren al begonnen met de bouw. De fundering lag al, ze waren daar echt al een flink eind op weg. Ja, we spraken met de burgemeester van Eert en die was toch wel een beetje verontwaardigd over het feit dat hij... Ja, echt wel heel veel inspanning had gedaan. Ook zijn inwoners daarvoor had gemobiliseerd. En uiteindelijk ging het niet door. Ja, op zich logisch dat mensen daar niet al te blij over waren. Nee. Inmiddels zijn we al een heel eind op weg in het jaar 2017. Maar ook in de zomer gebeurde er genoeg. Dus ook daar hebben we een aantal top 3's van gemaakt. In juni vertelde de Nijmeegse wethouder Bert Frinks dat er geen alternatieve locatie gezocht zou gaan worden voor de geplande Skevehuizen in Nijmegen-Noord. Omwonenden zijn niet blij met die locatie omdat er voor de toekomstige bewoners weinig te beleven is. Maar ook de busverbinding met het centrum is bijvoorbeeld niet goed. De gemeente communiceerde niet met de bewoners omdat dat volgens de wethouder alleen maar tot extra onrust zou leiden. De gemeente Nijmegen kwam positiever in het nieuws met de aftrap van de European Green Capital. In 2018 mag de stad die titel dragen en dat werd in juni vast voorzichtig gevierd. Ook in juni werd de Waalbrug tijdelijk afgesloten vanwege een auto met pech. En dus zat er niets anders op dan de auto van de brug te duwen. Niet in het water natuurlijk. Om dat veilig te kunnen doen, sloten de agenten de Waalbrug tijdelijk af. De lijn- en streekbussen verdwijnen uit de Burgstraat in Nijmegen. Alle lijnen moeten in 2020 over de singels langs de rand van het centrum gaan. De Waalkade wordt eveneens busvrij. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders woensdag bekend heeft gemaakt. In september neemt de gemeenteraad een beslissing over het voorstel. Wethouder Bent van Hees zet zich al geruime tijd in voor de busplannen. Dat besluit is genomen. Het is een lang traject geweest om de binnenstad meer leefbaar te maken. Daar zijn we lang mee bezig. In 2015 hebben we nota gepubliceerd de binnenstad van de toekomst. In 2016 was de binnenstad toegankelijk voor iedereen. Dat was de volgende stap. Ja, en daaruit is nu dit voortgekomen. Want als je weet dat op die Burgstraat 640 bussen per dag rijden, per etmaal. Dat is natuurlijk krankzinnig, ga maar kijken. En zoveel mensen stappen daar niet in en uit. Dus Nijmegen was ongeveer de laatste stad in Nederland, grote stad, waar een bus dwars door het centrum reed. De eerste stap is dat de bussen over de Waalkade gaan tot eind 2018. De volgende stap is alle bussen over de singels. Maar dan moeten we nog een aantal ingrepen doen als nieuwe bushaltes op het Keistrianusplein. Andere busopstapplaatsen vergroten. Dat zijn gewoon een aantal technische ingrepen. Adrie Bogers is de nieuwe hoofdtrainer van NEC, zo bevestigt de club dinsdagochtend. De assistenttrainer wordt doorgeschoven door de Nijmeegse club. Hij nam sinds de eerste training al de honneurs waar, omdat er toen nog geen hoofdtrainer was. Bogers is in ieder geval één seizoen eindverantwoordelijk. Hij werd eind juni gepresenteerd als nieuwe assistenttrainer, hoewel er toen nog geen hoofdtrainer was gevonden. Die zou nog komen, meldde technisch directeur Remco Oversier toen. De nieuwe eindverantwoordelijke moest een breed gedragen keuze zijn en nu blijkt dat dus Bogers te zijn. Eerder was onder meer Jack de Gier al kandidaat.
Het trok wederom tienduizenden mensen naar de Waalkade, het traditionele vuurwerk. En net zoals elk jaar was er lof alom voor de prachtige lichteffecten. Het vuurwerk kwam niet alleen vanaf de boot, maar ook vanaf de oever aan de Lentse kant van Nijmegen. Er kwamen veel klachten binnen over een cruiseschip dat het nodig vond om gedurende een groot deel van de vuurwerkshow met zijn zoeklichten door de show heen te flitsen. Maar verder enkel positieve geluiden. In augustus kwam er opnieuw nieuws vanuit de Goffert. Ditmaal vanwege het afscheid van clubicoon Jeffrey Leiva-Cabessi. In zijn laatste wedstrijd speelde hij met zijn zelf samengestelde vriendenteam tegen Good Old NEC. Leiva werd uitgebreid bedankt voor zijn inzet door de NEC-supporters. Minder positief waren de neonazi's die zich eind augustus op de woonboulevard in Nijmegen verzamelden voor een manifestatie. Omdat op dezelfde dag twee bijeenkomsten van linkse activisten in het centrum gepland stonden, gaf de gemeente de neonazi's de opdracht uit te wijken naar een andere locatie. Uiteindelijk verzamelden zich zo'n 20 mensen op de woonboulevard. Opnieuw brand in augustus, ditmaal in Groesbeek. Daar brandde snackbar Het Stekje volledig uit. Er was angst dat de brand over zou slaan naar naastgelegen huizen, maar dat wist de brandweer gelukkig te voorkomen. Volgens eigenaar Lee was de schade zo'n 100.000 euro. En van Groesbeek terug naar Nijmegen. Fleur en Iris gingen eens luisteren in winkelcentrum Dukenburg. Wat wel opgevallen natuurlijk dat Nederland niet gaat voetballen, hè? Op het WK in Frankrijk. Het zijn toch wel Anne Faber. Het was toch wel, wel heftig nieuws. En natuurlijk spannend wat de uitkomst zou zijn. De verkiezingen en inderdaad ook de samenstelling van het kabinet. Dat vond ik wel heel belangrijk. Ik denk met dat meisje, Anne Faber geloof ik, dat ze heette. Dat daar wel het meest bijgebleven is. Van Anne Faber, dat heeft toch wel iedereen geraakt. Tja, Anne Faber, dat was echt een ramp. Ja, heeft heel Nederland eigenlijk wel bezig gehouden. En Nijmegen een klein beetje het bijzonder natuurlijk. Anne ging hier naar school, naar het Stedelijk Gymnasium. Ja. En wij hebben op de redactie natuurlijk ook wel elkaar aangekeken van wat moeten wij daar nou mee? Hè? Ja, en eigenlijk hebben we toen min of meer bewust besloten dat we daar niet zoveel aandacht aan zouden besteden. Er waren al zoveel media die er bovenop zaten. Sommigen gingen zelfs een beetje te ver. Live registraties op momenten dat er gezocht werd, vonden we te ver gaan. Ja. En wij hebben dus ervoor gekozen om die uitvaart pas na afloop te melden. Hè? Dat was in de Stevenskerk. Dat was een indrukwekkende stoet, een indrukwekkende ontvangst van haar jaargenoten op de Grote Markt. En daar hebben we dus eigenlijk alleen na afloopmelding van gemaakt. Ja, en het heeft zeker de familie en de vrienden van Anne Faber natuurlijk nog heel lang bezig gehouden. Maar ja, het nieuws ging door. En dus hebben we ook nog top 3's van september en oktober gemaakt. In september bleef het nog even mooi weer en dat kwam mooi uit, want er werd een nieuw snelfietspad geopend. Dit nieuwe Batavierenpad moet ervoor zorgen dat fietsers tussen Nijmegen en Beuningen nog eerder op hun bestemming aankomen. Het pad kreeg de naam na een speciale namenwedstrijd waarbij iedereen zijn zelfbedachte naam in mocht sturen. En als je dan over het fietspad van Nijmegen naar Beuningen fietst, zal je daar in de toekomst zomaar zo'n 8 tot 12 windmolens kunnen zien staan. Daarnaast gaan ook 3 parken met zonnepanelen gebouwd worden. Dat is allemaal nodig om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn. Officieel hoeft dat pas in 2050, maar Beuningen wil het graag 10 jaar eerder voor elkaar hebben. En ook in september de eerste editie van Nimmerland. Een pretpark en festival in één dat een overkoepeling vormt tussen de najaarskermis en de oktoberfeesten. Dit jaar was het evenement nog betrekkelijk klein, maar in de toekomst moet het uitgroeien tot een festival dat de hele binnenstad van Nijmegen bestrijkt. We hadden het er aan het begin van het jaaroverzicht al over. De Jan Linders die met de jaarwisseling in vlammen opging. Inwoners van Lent moesten het een aantal maanden even anders oplossen, maar in oktober was het eindelijk zover. Een splinternieuw pand werd geopend. Ook een feestelijke opening in Druten. Daar werd het Pax Christi College heropend. Op de vernieuwde locaties van het VMBO en de HAVO-VWO werd een groot openingsfeest georganiseerd voor de leerlingen. Een dag later was het de beurt aan de leraren. En in oktober was het eindelijk zover. Na maandenlang praten was er eindelijk een regeerakkoord.
En dat betekende dat er gezocht kon gaan worden naar ministers. Daarbij leek de Nijmeegse burgemeester Bruls even in aanmerking te komen voor een ministerspost. Maar hij sprak de waarheid toen hij zei dat het hem niet ging worden. Ja, maar ja, neem me niet kwalijk, mijn commentaar blijft eigenlijk ook wel hetzelfde. Ik vind het prachtig, maar ik voel me heel erg op mijn plaats in het Nijmeegse. Volgend jaar mei loopt mijn eerste termijn af en de procedure loopt voor de verlenging en daar ben ik volledig voor in. En in oktober was het zover, Jan Lindersland eindelijk weer open, hè? Ja, dat pand was natuurlijk helemaal verwoest 1 januari met die enorme brand. Ja, heel nieuw pand en de eigenaar daar... Die had vervangend vervoer geregeld, hè? Die had busjes van Lent naar Wijchen. Naar Wijchen, ja. Dat had hij heel slim voor elkaar. Die had een busje geregeld, zodat de inwoners van Lent, die normaal gesproken daar boodschappen deden, met het busje naar Wijchen konden, zodat ze in de enigszins vertrouwde supermarkt in ieder geval hun boodschappen konden doen. Hele schoolreisjes waren dit. Ja, hè? Eigenlijk wel, ja. En we hadden het veel over burgemeester Bruls, want ja, die werd genoemd als een minister in het nieuwe kabinet. Ik heb het hem een paar keer gevraagd. Hij bleef het ontkennen. En, ja, en hij had gelijk. Vaak als politici zeggen dat ze niet genoemd worden, dan is dat juist het teken dat ze in beeld zijn. Maar hij werd geen minister. Sterker nog, hij blijft burgemeester. Hè? Ja, dat werd natuurlijk begin december bekend. En er gebeurde nog meer november en december. En daarom hebben we ook daarvan nog 2 top 3's gemaakt. De zomer van 2017 was geen gelukkige voor de Nederlandse kippenboeren. Het fipronilschandaal zorgde ervoor dat de boeren veel inkomsten misliepen en veel vergiftigde mest niet meer kwijt konden. Bij dat laatste besloot de ARN een WUR te ondersteunen. Gebruikelijke mestverwerkers konden de grote hoeveelheid niet aan en daarom ging ook de ARN de giftige mest verbranden. Het project Een Nieuwe School uit Bergendal kende in 2017 een productief jaar. De school die 50 weken per jaar open wil gaan, zodat er nog meer onderwijs op maat geboden kan worden, kreeg van de gemeente Bergendal toestemming om zich te gaan ontwikkelen en vestigen in de gemeente. De Maartenschool, Sint Maartenskliniek en Entrea uit Ubbergen wilden alleen niet dat dat bij hen op het terrein ging gebeuren. Omdat het ministerie in 2017 wel positief oordeelde over het project, moet de gemeente de school nu helpen zoeken naar een nieuwe geschikte locatie. In de nacht van 22 november reed een auto in op de Rabobank aan het Nijmeegse Keizer Karelplein. Het gebouw raakte beschadigd en moest worden opgeknapt. De bestuurder moest mee naar het politiebureau voor een blaastest. In december sloegen de basisschoolleraren van Nederland nogmaals met de vuist op tafel. In november staakten ze al eens. In december deden ze dat nog eens dunnetjes over. In Nijmegen gingen de leraren in een optocht door het centrum. In Elst hielpen ze collega's uit de zorg door een uitje te organiseren voor bewoners van een zorgcentrum. Vooralsnog vinden de leraren dat de stakingen onvoldoende hebben opgeleverd en zijn acties in het nieuwe jaar dan ook niet uitgesloten. Arno Duisdijker werd op de valreep de held van 2017. Hij werd 's ochtends wakker van zacht hulpgeroep, keek uit het raam en zag een vrouw in een sloot bij de Doekenborg liggen. Hij rende in zijn pyjama naar buiten en sprong de sloot in. Daarmee redde hij de vrouw, die waarschijnlijk onwel geworden was. In het nieuwe jaar moet de gemeente Beuningen op zoek naar een nieuwe burgemeester. Karel van Eert neemt afscheid en vertrekt naar Reden. Eind december nam hij al afscheid. Vanaf 11 januari neemt Daphne Bergman het tijdelijk van hem over. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaat er gekeken worden naar een nieuwe burgemeester. Ja, die zijn dubbel. Want aan de ene kant ben je natuurlijk al ergens in je achterhoofd wel bezig met de nieuwe stap. Maar ik heb de afgelopen weken echt toch geprobeerd om alles hier goed af te ronden en ook te onthechten. En daar is vandaag eigenlijk bij het afscheid van iedereen, denk ik, een heel mooi finaal moment voor. En tot slot gingen we naar Wijchen. En ook daar vroegen verslaggevers Fleur en Iris aan de Wijchenaren wat hem was bijgebleven van het nieuws van het afgelopen jaar. De jonge kinderen die allemaal vermoord worden. En de meisjes die verkracht zijn en vermoord. Heel belangrijk is al die Afrikanen die daar te lijden hebben met elkaar. En elkaar te lijf gaan en dan naar Europa toe willen. Dat houdt me dan bezig in het kader van wat moeten wij daar nou mee doen. Hè? Ja, dat Nederland weer uit de crisis is. Dat het allemaal goed gaat. Althans, voor een groot gedeelte. De bezuinigingen weer hè, in plaats van positieve dingen voor de gewone man, zeg maar. Dus dat viel me het meeste op. De laatste verkiezingen. De kabinetsformatie.
En ook in Wijchen is het dus opvallend dat mensen geen nieuws uit hun eigen gemeente noemen. Nee, terwijl er eigenlijk genoeg gebeurd is. Hè? Bijvoorbeeld zeker. De bouw van een hele nieuwe parkeergarage. Ja, die kwam onder het station. En dat was niet het enige wat er opgeknapt werd aan het stationsgebied. Er kwam namelijk ook een hele nieuwe fietsenstalling. Aan de andere kant van het station dan waar die nu stond. Ja, het was best een hele operatie. Ja, zeker. Ja. Mensen moesten op tijd hun fiets uit de stalling halen, want anders dan, zou die verwijderd worden. Maar ja. Dat is allemaal gelukt. Alle fietsen zijn op tijd weggehaald. Ja, en de parkeergarage is in gebruik, geopend. Ook dat nog, ja. Goed. Er was natuurlijk een heleboel nieuws. Veel te veel om in dit programma aan de orde te laten komen. Maar gelukkig hebben wij onze hele nieuwe website. En daar is alles terug te lezen. Precies, rn7.nl. Goed, voor nu bedanken wij u voor het kijken. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En hopelijk zien we elkaar in het volgende jaar weer terug. Ja, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.